is een workshop voor kinderen uit groep 8 die we hebben bedacht om kinderen het principe van coderen te leren. Aan de hand van deze workshop willen we de kinderen niet leren hoe je precies een app of een computerprogramma moet maken, maar we willen aan de hand van twee simpele spelletjes leren hoe een computer werkt en hoe het principe van coderen werkt. De workshop Run the Code bestaat uit twee componenten. De eerste is een mini-workshop waarbij de leerlingen leren om te gaan met coördinaten. Dit is aan de hand van een tekening. De tekening is opverdeeld in een raster. Dit raster heeft een x- en een y-as. Aan de hand van dat raster worden de tekeningen nagekeken. Programmeren is iets maken, iets plakken, iets knippen, muziek erbij doen. Nou, iets met code kraken dat je voelt. Eigenlijk op een soort van code hoek zijn. Telefoon, iPad, computer, televisie, Xbox, ja. Nog een televisie. Telefoon, laptop en iPad. Telefoon, tablet. TV aan de computer. Tweede opdracht is dat de kinderen een parcours gaan afleggen in de gymzaal. Ze gaan het doen in groepjes. Het groepje bestaat uit een loper, dan is er nog een begeleider die begeleidt de loper. En vervolgens heb je nog twee codeschrijvers. Zij maken aan de hand van kaarten die wij op voorhand hebben gegeven, maken ze codes die de lopers moeten gaan afleggen. Om te winnen is het belangrijk dat je niet gaat rennen, maar het is juist belangrijk dat je goed naar elkaar luistert en dat de codes goed overgedragen worden. We willen graag kinderen voorbereiden op de maatschappij, niet alleen voor nu, maar ook op de maatschappij van morgen. Ja, en coderen zal daar waarschijnlijk een steeds grotere, belangrijkere plaats in innemen. En bedankt voor het kijken naar deze video.